Hartelijk welkom. De vorige masterclass was in totaal 70 man. Nu zitten we met 20. Dat komt natuurlijk omdat iedereen mijn boek al heeft. Dus alles wat ik weet, dat staat nu al op papier. Maar ik benader dat zelf op een iets andere manier. Ik denk dat we hier te maken hebben met de diehards. Dus als jullie het goed vindt, geachte collega's, hartelijk welkom. Dit is een masterclass. En het kenmerk van een masterclass is dat de master zijn mond houdt. En dat de aanwezigen hem bespuwen met vragen en praktische dingen en voorbeelden. Nou, dat is een beetje een onwerkbare situatie. Dat heb ik in de inleiding van, als iets gedrukt is tenminste, die mooie inleiding die ik geschreven had. Dan heb ik dat ook gezegd. Ik moet een middeling vinden tussen het overdragen van kennis en het luisteren naar jullie en het helpen van jullie. En voor mij is de beste oplossing om gewoon een stuk les te geven, dan mijn mond dicht te houden, bestormd te worden met vragen, commentaar, discussie over en weer. Ik vind het prima als je mij onderbreekt. Ik vind het niet prima als je je eigen verhaal gaat vertellen, dus dat je de lead overneemt. Want dan pak ik hem weer terug. En ik denk ook dat jullie daar begrip voor hebben. Dat de lijn moet gewoon dus bewaakt worden. Dus als ik heel streng word en zo, dan alvast van tevoren vraag ik daar vergeving voor. Nou, we hebben een bepaalde opbouw vandaag. Ik ga praten over volversterking. Over eindversterking, over tegenkoppeling en weergave van de microdetails. En ik doe dat steeds op zo'n manier dat ik het niet over 1 kHz heb. Dat geloof ik wel. Daar doen de versterkers het altijd wel prima. Maar bij 20 Hz en 20 kHz en hoger, daar ontstaat een rotzooi. Daar ontstaat instabiliteit of motorboten of oscillator. Of je hebt een prachtige middengolfzender gebouwd terwijl het bedoeld was dat je een versterker ging bouwen. Dus ik focus mij op de randgebieden. En als dat voor iedereen akkoord is, wij nemen aan dat 1 kHz werkt en dat metingen daar bijna nietszeggend zijn. Want daar zitten de problemen niet. Heel grappig is het laatste wat ik ga doen. Dat gaat over microdetails. Dat is een bloednieuw onderzoek. Daar heb ik wel al inleidend over gesproken op het Europese Triode Festival, wat eind 2006 geweest is. Maar toen had ik zelf nog niet precies in de gaten hoe alles werkte. Maar dankzij de feedback van een heleboel deskundigen die daar rondliepen en de bevestiging die ze mij gaven dat ik op het goede spoor zit, heb ik het onderzoek afgerond. En dat wordt straks in de Audio Engineering Society conferentie in mei van dit jaar in Wenen officieel gepresenteerd. Daarom heb ik het niet gedrukt. Want ja, die AES heeft het recht. Maar ik vind dat ik het hier gewoon met tekeningetjes en plaatjes ook best wel goed kan vertellen. Maar dan moet je zelf even gaan pennen. En dan kun je later die officiële druk, die kun je wel opvragen. En ik wilde daar zorgvuldig in zijn. Dat de AES heeft zogenaamd het eerste recht. Maar dat zitten we echt in het laatste blok, hoor. Nou, ik heb zo'n tijdplanning steeds van een uurtje ongeveer. En dan is er steeds een kwartiertje pauze. Wees dan niet verbaasd dat ik de neiging heb om me even wat terug te trekken. Ik vraag er ook begrip voor. Want ik lever natuurlijk een continue prestatie en dan bouw ik even een rustmomentje in. Zodat ik, ik denk dat ik even een sigaret ga roken, wat water ga drinken of zo. En dan ben ik daarna wel weer terug. Dus ik vraag daar begrip voor, dat ik dan even een heel klein beetje terugtrek. En vragen kun je, daarmee kun je me steeds tussendoor bestormen. Omstreeks nu, 11:45 hebben we honger, dus dan hebben we een lunch. En dan tegen 1:00 of 3:00, ja, dan moeten we zo'n beetje formeel klaar zijn. En dan mag je me echt van alle kanten bestormen met vragen en zo. Dan zit ik hier ook gewoon lekker nog. Nou, dat is de indeling zoals ik het mij had voorgesteld. Denk je dat dat werkzaam is? Zo? Zou wel, hè? Ik denk het wel. Jawel? Ja. Ja.
En als je vindt dat ik te veel klets, dan val je me maar in de reden. Maar dat heb ik nu al genoeg gezegd, vind ik. Zo, dan is het nu tijd om een jasje uit te doen. Want nu gaan we aan het werk. Het eerste onderwerp waar ik het over ga hebben, dat is voorversterking. Nou, jullie hebben het allemaal gedrukt ook, wat ik op de sheet laat zien, dat hebben jullie allemaal gedrukt liggen. Voorversterking, daaronder versta ik dat je een voorversterker hebt, dat is natuurlijk sowieso al zo'n ding, maar ook de drijver en de voorversterker en de eindversterker zelf. Dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk die eindbuizen die het grove werk moeten gaan doen, dat stuurt dat aan. En nou begin ik al direct met een aantal voorwaarden te stellen. Ik zeg van, in die voorversterking, dat gaat allemaal nog gemakkelijk. Je hebt niet zulke grote stromen, uiteindelijk moet je misschien wel redelijk grote stuurspanningen maken, maar het is nog makkelijk. Nou, gebruik dan je energie om ontzettend breedbandig te werken. Dus zeg maar van 1 hertz tot aan 1 megahertz. Want dan weet je zeker dat daar de kloterij niet zit. En dat is daar ook nog realiseerbaar. Denk er ook een beetje om dat je aan de ingang, bijvoorbeeld door middel van een RC-netwerkje, zo'n beetje bij 100 kHz de ingang een beetje begint te onderdrukken. De reden is van, dan komen die rotte radiosignalen, die komen er niet in. En het mobiele telefoontje en zo, dat wordt een beetje weggedrukt. Sommige mensen stoppen hier een verrietkraal. Ik vind dat ook wel goed, dat je op deze plek zo'n kraaltje stopt. Maar ik ben een beetje bang voor verrieten, omdat de magnetische gedragingen amplitude afhankelijk zijn. Dus je zit een beetje een A-lineair element in te brengen. Ik hou meer van een stabiele RC-schakeling. Dat vind ik wat prettiger. Nou, de praktijk is dat de eindtrap, dat is de beperkende jongen. Moet je ook niet druk over maken, daar kunnen we in de eindfase over praten. Want dan gaan we dat aanpakken. En waar je bij de voorversterking wel druk over moet maken, is dat hij een heel mooi uitstuurgedrag heeft, mooi lineair is, dat hij weinig vervorming heeft. In de orde van 1 of 0,1% voor alle harmonische, dat moet toch gewoon goed haalbaar zijn. Ik laat er straks ook wel een voorbeeld van zien. Nou, en dan komt die uitspraak van mij weer. Kijk eens, bij 1 kHz gaat alles echt wel goed. Prima. Maar we gaan dus focussen op die laagste en hoogste kant. Nou, als eerste wil ik me focussen op wat er bij lage frequenties gebeurt. En dan moet je dit schemaatje maar even kijken. Jullie hebben het ook voor je liggen. Dat is het schema wat je in het boek terugvindt bij de beschrijving in hoofdstuk 7 van de Miracle-versterker. En dat is een ontwerp van mij uit omstreeks 1993. En toen had ik al een beetje door hoe het moest. Daarvoor raadde ik ook nog. Ja, want je moet het vak leren, nietwaar? Ja. En toen ontdekte ik van, ja, ik heb echt wel een paar condensatoren nodig op deze plek waar die pijlen staan, om van de ene trap naar de andere trap te kunnen koppelen. En hoe groot moeten die condensatoren dan zijn? Want een condensator heeft het nadeel, als ik een grafiekje teken, frequentie contra wat er doorgaat, de versterking, een condensator, ja, is een soort filter die aan de laagkant afkapt. Men noemt dat een hoog doorlaatfilter. En het is ook een eerste orde filter. Ja, als je 1 RC-schakeling hebt, dan valt het gelijkmatig met 6 decibel per octaaf valt dat af. Nou, die punten waar dat gebeurt, die moet je een beetje gunstig kiezen. En dan moet je ook begrip hebben waarom je dat kiest. Dat is wat koppelcondensatoren doen. Maar er is nog een plek waar ook een afval optreedt, laagfrequent, en die is veel problematischer. Namelijk in de transformator zelf. De transformator, die kun je je voorstellen als een spoel.
die aangedreven wordt door buizen, en dat teken ik even als weerstandjes. Of transistors, prima. En dan gaan die weerstanden samen met de primaire zelfinductie, gaan ze een eerste orde filter vormen. Wat is nou de ellende? Die zelfinductie is niet constant in een transformator. En die weerstanden van de buizen, of transistoren, ik zal het breed houden nu. Ja, maar die inwendig weerstanden zijn ook niet constant. Dus je denkt dat je iets uitrekent als je ermee in het rekenen slaat, en je hoeft het volume maar iets te veranderen en de uitkomst is anders. Maar daar ga ik later wel meer over zeggen. Dit is heel tricky stuff hier. Verdomde tricky, want je bijvoorbeeld je rekentijd dat je op 10 hertz zit, en als je niet oppast, dan zit je 50 keer zo hoog. Zo groot kunnen die variaties zijn die daar optreden. Nou, ja. Dan moet je dat even bewaren tot hoofdstuk 4. Want daar heb ik het letterlijk gemeten hoe groot die wijzigingen zijn. Tenzij, want daar denk je natuurlijk aan, dat je een spleet in de kern zet. Zeg je? Of zit je al te denken aan dat je een spleet in de kern zet? Een wat? Spleet. Een spleet in de kern. Nee. Linearigeren. Nou, ik ben even heel nieuwsgierig. Waar denk je aan? We komen daar bij die trafos wel op. Ik heb me gespecialiseerd in het maken van set-up trafos voor de elektrostatische luidsprekers. Ja. En dan krijg je dergelijke problematiek. Nog veel erger. En die kennis die ik daar gebruikt heb, die heb ik ook gebruikt om die trafos te wikkelen voor een buizenversterker. Klinkt heel spannend. Voorstel maar wat voor een verbetering dat is. Maar dat hebben we misschien straks. Ja, oh, heel graag. Dat klinkt. Kijk, nu zie je wat een masterclass is. Hè? De master is geen master. Maar iedereen. Dit is heel mooi. Nou, er zijn formules. Waarbij als ik hier pi schrijf, dan moet je dat symbooltje pi even denken. 3,13. Of 3,14. Dat is prima. Maar dat kon ik zo, toen ik die formule schreef, kon ik dat symbooltje niet te pakken krijgen. Dan schrijf ik maar even pi, denk ik. Ja, dus dan doe ik het maar even zo. Alt 136. Ja, nou goed. Mijn heren, hartelijk dank. Ik sta... Alt. Maar zoiets. Is het de 200? Oh, nou, groter dan. Mag ik nu weer verder? Ja, oké. Okay. Het grappige hier is dat die min 3 laagfrequentie, dat is dus als hij min 3 dB ingezakt is. Dat getalletje min 3 is overigens niet voor niets. Dat is een zogenaamd just noticeable difference, een JND. Een verschil wat de mens net wel, net niet in staat is om waar te nemen. Daar komt het vandaan. Wat zeg je? Dat is 1 dB. Is dat 1 dB? Oh, ik dacht dat 3 dB daar vandaan kwam. Dat zijn enorme stappen, want ik heb mijn volumeregelaar, die gaat met 3 dB stappen en dat zijn grote stappen. Dat vind je grote stappen, ja. Goed, ik blijf het even dat just noticeable difference noemen, omdat de gemiddelde volk dus 3 dB waarneemt en wij als geluidsfanaten dus 1 dB of zelfs 1/10 dB nog waarnemen. En daarbij geldt dan dat de frequentie waar dat optreedt gegeven wordt door 1 gedeeld door 2 maal pi maal de uitgangsimpedantie van de schakeling die de condensator aanstuurt. Dus bijvoorbeeld hier, deze buis heeft een impedantie, die stuurt die condensator in en die levert een Z uit. En dan komt die condensator en hier zitten R-loads. Die aan de andere kant de condensator belast. Dat circuit gezamenlijk bepaalt dus waar die frequentie is, waar het in elkaar begint te storten. En dat vind je hier aan de onderkant weer terug. En dan is het bij deze condensator en die belasting. En hier vind je het ook terug. Dat is ditte. Gecombineerd met ditte. Nou, dat zijn die combinaties die optreden in die formule. En bij de spoel, bij de uitgangstrafo, geldt dat je te maken hebt met de weerstanden van de buizen. Hier, doe het even vierkant.
De weerstand die hier als het ware primair verschijnt, de ZAA zoals ik dat noem, die wordt door de luidspreker bepaald. En door de primaire zelfinductie. Nou, dan heb je daarmee die kantelpunten terug. Dus in deze versterker, deze eenvoudige versterker, heb ik hier een kantelpunt. Deze twee zijn gelijk. Het tweede en hier het derde. Dan heb ik dus 3 keer 6 decibel per octaaf. Dat is dus al een derde orde filter, 18 decibel per octaaf. Dat geeft, als je niet oppast, immense faseverschuivingen en immense problematiek. Daar loop je op vast. Mag ik even vragen? De ingangsimpedantie van de buizen, speelt die hier een rol? Wacht even. Mag ik even heel specifiek vragen, wat bedoel je met de ingangsimpedantie? Want anders beantwoord ik niet goed. Nou, bijvoorbeeld als je die eindbuizen aanstuurt. Ja. Nou, laat ik het anders stellen. Je vindt in de literatuur wel eens dat een buis een bepaalde ingangsimpedantie heeft bij textielwerk of zoiets. Ik denk dat dat te maken heeft met de ademcapaciteit. Ja. Maar is er meer dan dat? Ja, er is dus die stroomspeelman. Ja, daar is dus inderdaad deze weerstand in het schema. En dat is een lekweerstand en die wordt geoptimaliseerd voorgeschreven door de fabrikant. Ja. En ja, die weerstand moet je dus ook daar neerzetten, want doe je dat niet, dan kunnen de weinige elektronen die tegen het rooster aanbotsen ervoor zorgen dat de buis weg gaat driften. Ja. En dat willen we niet. Ja, maar dat bedoel ik niet. Parallel eraan hangt ook nog die buis. Doet die ook nog wat? Nee, want zolang het rooster geen stroom trekt. Ja, maar het trekt altijd wat. Ja, maar dat is een normale operatie waarin wij werken, trekt die geen stroom. Hmm. Dus heb je alleen bij zeer hoge frequenties heb je te maken met de middelcapaciteit. Okay. Daar zit ook die stopweerstand erop. Ja. Met die middelcapaciteit. Exact, ja. Maar alleen in de formule, die ZU, daar gaan we er wel vanuit dat die ohms is natuurlijk. Hè? Anders kun je de formule niet toepassen. Dat is een gedeelde omega RC. Je kunt ja. Complex maken ja. Met omega vermenigvuldigd. Ja. Nou, dat kan wel, maar dan moet je even het equivalente vervangingsschema tekenen. Dus wat je dan doet in jouw voorstel. Kijk, ZU, ja het mag wel. ZU wordt hierdoor gegeven. En dat kan complex zijn. C is bekend en dit is wat ik dan een ohmse waarde noem. Nou, wat ik dan heb is dat V uitgedeeld door V in gelijk is aan R gedeeld door R. Plus ZC plus ZU. Waarbij ZC en ZU dus complex kunnen zijn. Zo ben ik het er wel mee. Ja, akkoord. En dan moet je dus terugrekenen wat die F wordt. Ja, akkoord. Tot zover zijn we het met elkaar eens. Dan, zeg ik, er is dus een samenspel. En dat samenspel is dat je al heel gauw in de richting komt van 18 dB per octaaf. En dat is niet het enige. Wat je ook krijgt is, en dat vind ik heel erg belangrijk omdat er lang niet altijd aan gedacht wordt. Moet je eens kijken in mijn boek op bladzijde 175. Als je het bij je hebt, en als je het niet bij je hebt, dan hebben we pech gehad. Dan teken ik het wel even. 175. Daar staat een signaalbeurs getekend. Ik ga hem proberen over te tekenen. Er staat dit. Dit is allemaal gevuld met sinusjes en golfjes. Nou, zo'n signaalburst die langskomt, die bestaat uit de combinatie van lage, middel en hoge frequenties. Als je nou de lage frequenties meer vertraagt dan de hoge frequenties, dan kun je uiteindelijk eindigen met zo'n soort vorm. Ik probeer dat te suggereren. Je ziet dat de structuur van deze en deze gewoon uit elkaar getrokken is. Dat is wat ik even probeer. Die lage frequentie is laag gekomen. Ons oor reageert niet alleen op welke frequenties erin zitten, maar ons oor reageert ook op de omhullende van de frequenties. En dat betekent dus dat je qua geluidsindruk een vervalsing krijgt. Mag ik jou hier dus even in de pauze of zoiets apart over spreken? Want dit is niet waar. Het is gewoon helemaal fout. Ik kan me niet schelen met zo'n nadruk, maar dat is niet goed. Het signaal wat je daar tekent, dat bestaat helemaal niet. Het lijntje eromheen is er niet.
Maar laten we dat nu niet doen, want dan gaat het te veel tijd kosten. Maar dat is, van dit boek is dat een grote mis. Jij hebt gezien dat een hele literatuurlijst achter staat, hè? Je hebt gezien dat een hele literatuurlijst achter staat. Goed, dan... Ja, nee, dat is goed, 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 goed. Ik ben een zenderbouwer. Ja. Dus als je dit signaal ziet, dat lijntje eromheen moet je dan wegnemen. Dat is een amplitude gemodelleerd signaal. Ja. Dat is een draaggolf en twee zijbanden. Ja. Is het een manier? Nou, dan spreken we op dit moment niet de verschillende taal. Mijn antwoord is wel, ik heb zeer zorgvuldig onderzoek gedaan naar vooral even een grote mensen op dit gebied. Mag ik afmaken? Mag ik afmaken? Price heet die man. Dat kan me helemaal niks schelen. En dat weet ik dat het jou op dit moment niks kan schelen. Maar daar beroep ik mij wel op en ook op mijn eigen gehoorwaarneming. Ik wil graag inderdaad die discussie aangaan, want ik ben altijd bereid om te leren. Maar vind je het dan goed dat ik voor dit moment constateer... Ik zeg ook, dit moet je nu niet doen. Nee. Maar ik luister straks wel naar je, reken dat maar. Ik wil wel eens even horen wat je te zeggen hebt. Maar vind je het goed dat ik voor dit moment dus constateer dat een variabele vertragingstijd bij lage frequenties kan dat optreden. Dat die de omhullende aantast. En dat daardoor de structuur van zo'n signaalbeurs uit elkaar getrokken wordt. Kijk, het makkelijk kunt benaderen door te zeggen dat wil je een goede transfercharacteristiek hebben, dan moet de groepslooptijd constant zijn. En als die dat niet is, dan krijg je afwijkingen. Ja. En hoe die eruit zien, dat is een hoofdstuk 2, maar ja. Dat kan niet meer zijn. Ja, helder. Goed, maar ik probeer het hier te visualiseren. Ik probeer het dichterbij te trekken. Ja. Nou, nu krijg je het probleem dat je wilt dat je apparaat met allemaal van die laag af filtertoestanden, dat je wilt dat het apparaat stabiel blijft. En dat is vooral killing als je tegenkoppeling toe gaat passen. Want zonder tegenkoppeling, nou ja, dan ga je gewoon laag verliezen, maar er is geen lus in het systeem. Dus dan houdt hij zichzelf waarschijnlijk nog wel constant. Maar als je van plan bent om van de luidsprekeruitgang terug te gaan koppelen naar de ingang en daar de zaak te gaan vergelijken, dan heeft die vertraging ervoor gezorgd dat de signalen echt niet meer in fase zijn. Dus dan kun je denken dat je tegenkoppelt, maar misschien is de praktijk dat je meekoppelt. Nou, dat is dus een punt. En daar is een oplossing voor. Dat is, je hebt te maken met in dat schema 3, 1 en 2 en 3 filters. Zorg er nou voor dat één filter hoog ligt en de andere stukken lager. Dan heb je hier te maken met een eerste orde afval. En als je tot aan de grens van die eerste orde de versterking terugbrengt door middel van tegenkoppeling, dan krijg je geen instabiliteit. Gaat hij niet oscilleren, gaat hij niet motorboten. Dus de grap is, trek nou die zaak uit elkaar. Dat is de grap. Want dan kun je in dit domein van hier tot hier de versterking terugbrengen en met deze versterking over. En dit blijft toch nog steeds stabiel. Dat is de grap die daar optreedt. Nou, nu noem ik in mijn boek dat er compensatietechnieken bestaan. Je hebt namelijk, even een schetsje makend, je hebt een condensator die wordt aangedreven door een R-uit, neem ik nu even aan. En die wordt aangedreven door een R-load. En nu zeggen ze van dit eroverheen kan de zogenaamde fasedraaiing van deze condensator weer terugkoppelen. Ik ga dat nu niet behandelen, dat wordt in mijn boek netjes beschreven van bladzijde 205 tot bladzijde 210. Het nadeel is wel dat je dan fikse extra condensatoren nodig hebt om dat netjes te compenseren. Dus, maar het kan. Je komt dat in de literatuur ook tegen. Nou, zo net heb ik het al genoemd. Een van de grootste problemen is dat die zelfinductie van de trafo zo ontzettend kan veranderen. Waar ligt hem dat in? Nou, de magnetische permeabiliteit, het richten van de kerngebiedjes in de kern, hangt af van de hoeveelheid veldsterkte die je in de kern aanbrengt. Even ruw, ik loop er steeds tegen op, de μr, dat is die permeabiliteit, als functie van de fluxdichtheid, heeft ongeveer zo'n gedrag. Hier zit je bij maximum vermogen tegen de grens van verzadiging en hier zit je
onderaan bij de microdetails. Nou, die mu r is helemaal niet constant. En de zelfinductie LP is mu 0, mu r, n kwadraat a, gedeeld door L. Wat het dan ook betekenen mogen, maar je ziet dat in die LP die mu r gewoon keihard voorkomt. Nou, daar krijg je dus problemen mee. En daar komen we later weer op terug. Dat vierde blok wordt dus heel erg belangrijk, want dan gaan we de oplossingen horen die uit een heel andere hoek komen. Daar ben ik echt bloednieuwsgierig naar, dus sta ik open voor. Maar als die LP dus verandert, en dat doet hij, dan verandert dus zijn bijbehorende min 3 dB-frequentie ook. En dat, als het een van deze twee is, dan kan dit gebied dus op en neer schuiven. En dan kun je dus een instabiliteit krijgen die van je signaalniveau afhangt. En dat is wel iets om dus rekening mee te houden. Heel grappig, de quad 2 versterker die ik in hoofdstuk 6 beschrijf, die leed daar dus onder. En er was maar één conditie waarbij ik dat boven tafel kon krijgen. Als ik hem uitschakelde, dan kreeg je zo'n douw, dan begon ik... En dan kwam je tot rust. Dus dat is een heel grappig verschijnsel. Dat is de enige waarbij ik het overduidelijk zag. Dat heb ik later in mijn boek ook geschreven. Ja, maar wie luistert nu naar een versterker terwijl je hem uitschakelt? Dus, oké, als je maar stabiel is terwijl die aanstaat. Nee, speakers vinden het niet leuk. Maar de uitgangstrafel vindt het fantastisch, want die raakt mooi gedemagnetiseerd. Ja, zo is er altijd een voordeel bij ieder nadeel. Dat is elk voordeel heeft een nadeel. Oh ja, ik heb mijn beroemde kreet. Ik heb mijn beroemde kreet nog niet verteld. Waarbij ik zeg van, bij buizenversterkers moet je niet zeggen het is zo. Maar je moet altijd zeggen het is ongeveer zo. En dat komt omdat ieder buisje niet gelijk is aan ieder ander buisje. Dan heb ik nu in essentie, hoe eenvoudig het ook lijkt, want dat is het eigenlijk, heb ik even heel goed gekeken naar wat er laagfrequent gebeurt. Maar laten we nou eens aan de hoogfrequente kant kijken wat er daar gebeurt. Nee, ik geloof toch dat ik er even te vlug ben. Ja, even die fase draaien. Kom je er nog op terug? Welke fase draaien bedoel je? Ja, wel, dit, hè. Je hebt toch de volgende fase draaien. Ja, nee, daar ben ik op dit moment. Ik ben nog even conceptueel bezig. Dus ik kom op. Kom je nog terug op die fase draaien? Niet. Nee, okay. Niet. Ik vergeet een demo. En wij hebben hier vandaag een gast in ons midden, René, die. Erwin, wat is het nou? Erwin, ja, zie ik haal door elkaar. Erwin Drent van Rode en Zwart. En die hebben een prachtig meetapparaat meegenomen. En hij is bij mij op bezoek geweest thuis. Daar hebben we wat metingen voorbereid. Ik heb hier de versterker staan die in mijn boek beschreven wordt. In hoofdstuk 8, dacht ik. Even kijken. Nee, ja. 7. Ja. De SPT70. Die versterker staat hier. Dat begint bij bladzijde 252. En dat ding staat hier. En daar was dat verhaal bij dat ik in Toronto in Canada probeerde mij te settelen. Met mijn Rinken-trafo's. En dat toen een grote fabrikant mij de uitdaging deed. Van als jouw buizenversterkers beter meten en ook klinken dan de mijne, dan ga ik met jou in zee. Nou, soms moet je in je leven uitdagingen aangaan. En dat was een krankzinnige uitdaging, maar ik dacht, jongen, ik pak je. Dat gaan we even doen. Nou, dat heeft dus anderhalf jaar geduurd om het gewoon ook even goed te doen. Daar is niet deze versterker, maar de moeder ervan, is eruit naar voren gekomen. En toen hebben we dat allemaal getest en toen was... Had ik mijn doel bereikt, was alles gehaald. En toen zeiden de heren na enig nadenken al daar van... Ja, we zijn beroemd met transistorversterkers. We geloven toch dat buizenversterkers niet in ons programma passen. Ja, jullie lachen. Maar het was alsof ik een dreun kreeg. Ongelooflijk.
Nee, dan ben je als jong ondernemertje de wereld aan het veroveren. Now forget it. Ik heb me toen wat teruggetrokken in een hotel en toen gedacht, wat kan ik doen? Kan ik een rechtszaak beginnen? Kan ik gaan kloten? Wat er ook zijn. Nee, ik doe helemaal niets. Ik pak dit verlies. Ik pak dit gewoon. Ik blijf zelfs vriendelijk tegen die mensen. Ze zijn later ook hele grote klant dus bij mij geworden. Dus dat is blijkbaar een goede strategie. Maar het was niet makkelijk. Je hebt voor je boeken gemaakt. Wat zeg je? Je hebt voor je boeken gemaakt. Ja, ja, nou ja, nee, het is gewoon een stuk levenservaring. Nou, in ieder geval die versterker die ik daarna bouwde, want hij liet mij niet los. Die staat hier. En toen heb ik niet meer rekening gehouden met de eisen van de fabrikant. Maar heb ik gewoon mijn eigen eisen erin gelegd zoals ik vind dat het moet. En niet zoals die fabriek in Canada vond dat dat moest. Nou, die staat hier. En we hebben een meting gedaan waarbij we de laagfrequente karakteristiek zo gaan bekijken. Dus we beginnen bij hele lage frequenties. En dan ga ik ook iets over die meting zeggen, want die laat wat leuke dingen zien. We sturen er een sweep doorheen, die bij 1 hertz begint, dacht ik. Ja. Dit is ook een buis, jongen. Kijk, volgens mij is hij al bezig. En dan moet je eigenlijk alleen maar even aan de laagfrequent kant kijken. Hoogfrequent klopt deze meting niet, want hij loopt veel rechter. Hij begint bij 1 hertz. Oh nee, klopt wel. Hij begint bij 1 hertz en loopt tot 100 kilohertz door. Nee, dat klopt. En verticaal is ieder groot hokje is 5 decibel. En het is een beetje gek, die meting. Kijk, dat hij in het laag afvalt, dat geloven wij wel. Daar zit een koppelcondensator in. Maar het ene moment is wat anders dan het andere moment. En ik zal daar zo een verklaring van geven, waardoor dat komt. De signaalniveau is verschillend. Nee, het signaalniveau is allemaal gelijk. Het wordt netjes aangeboden. Wat is nou het geval? Hier zit die auto-bias schakeling in die de buizen op hun ruststroom instelt. En die auto-bias schakeling die heeft een eigen regeltijd. En die wordt in deze meting aangesproken. Ja. Hey, dus dat is wat we hier zien, waarom die zo wisselt. Maar waarom is het dan verschillend? Is de herhaaltijd zodanig dat die binnen die tijdconstante van... Ja, we hebben dat wel geprobeerd zoveel mogelijk eruit te halen. Maar ik dacht, het is ook leuk om het gewoon te laten staan. Maar is het dus zo dat als je die herhaalfrequentie naar beneden zou halen, als je hem 10 tellen of langer niet zou belasten, dat het dan wel repeterend wordt? Dat er niks onder de 10 hertz in komt. Ja, het grote probleem is dat als ik een lange frequentie van 1 hertz erin stop, dan begint dat regelcircuit al mee te lopen. Ja. Moet er niet inkomen dus. Nee. Ja, wat deze meting wel aangeeft is dat openlus, want er is geen tegenkoppeling. Dat openlus de frequentiekarakteristiek in elkaar zakt. En je zou er een lineaaltje naar moeten leggen om te kijken hoeveel dB per octaaf het is. 6 of 12, want het kan maximaal 12 zijn. Nou, In dit schema, want er zit maar 1 koppelcondensator in en de uitgangsimpedantie van de zelfinductie zit erin. Dus dat is wat je ziet. En welke is die dominant? Is dat die koppelcondensator? Nee, ik heb de zelfinductie van de uitgangsstraling zo groot, die ligt nog lager. Die ligt nog lager. Dus wat je ziet is de koppelcondensator. Oh ja, toch ja. Nou, ik dacht dat dit wel goed was genoeg om te zien. Hè? Wat je ook ziet aan de hoogfrequent kant, is dat hij... ja, ik zal kijken of ik met mijn vinger wat aan kan wijzen. Daar, dat hij gewoon rustig in elkaar zakt. En hij heeft geen opslingeringen en zo. Nou, dat... Ja, ik mag wel even trots wezen. Dat komt omdat die uitgangstrafo van mij die erin zit, de 40-70, zo mooi lineair is, ja. Ik moet even snel kijken. We sturen ongeveer met 1 volt uit. Ja, is dat 1 volt schaal, rechtsboven zie je die schaal. Ja.
Ja. Op 4 ohm. Op 4 ohm, ja. Het grappige is, als er zo'n extreem duur meetapparaat binnenkomt bij mij, en die wordt aan een veel minder extreem dure versterker gehangen, en dan zie je dat wij echt wel even hebben moeten kloten aan het begin om dat meetapparaat wel binnen de condities van die versterker te laten werken. Dat was wel grappig. Dat is wel grappig. Dus niet iedere meting die we doen die is betrouwbaar. Laten we dat zomaar formuleren. Ja, is goed. Nou, hoogfrequent. Ik heb dat in mijn vorige masterclass al goed behandeld. En ik vind eigenlijk dat ik daar nu ook niet zoveel over hoef te zeggen. Maar waar je mee te maken krijgt, is dat tussen de kathode en het rooster, en versterkt ook nog een keer tussen het rooster en de anode, dat daar gewoon capaciteiten zitten. Omdat daar twee metalen oppervlakken in elkaars buurt zitten. In het buisje. Nou, dat levert capaciteit op. Dat noemt men de Miller-capaciteit, even ruw. Daar kun je heel verfijnd op studeren, maar dat laat ik nu echt even liggen. En dan samen met de ingangsimpedantie en die Miller-capaciteit samen vormt zich een filter. Maar binnen de audioschakelingen kun je er echt voor zorgen dat het filter pas ergens bij 1 MHz begint. Nou, dat is ver buiten ons aandachtsgebied. Want mijn ringkentravo, sorry dat ik er trots op ben, maar die beginnen bij ongeveer 100 kHz te kloten. En EI-transformatoren, die beginnen ja vanaf 20, 30 kHz, beginnen die al de eerste aanzet van problemen te vertonen. Nou, dan kunnen we eigenlijk die Miller wel vergeten. Hij is er. Hè, maar het is vooral de uitgangstravo die moeilijkheden veroorzaakt. Hoe doet die uitgangstravo dat dan? Nou, die travo, die heeft aan de primaire kant een capaciteit. Want al die draden, die zien elkaar. Dat levert je primaire capaciteit op. En die travo, die verliest veldlijnen. Dat levert een lekinductie op. Deze LP die hier staat, is laagfrequent. Maar daar zit ik nu niet naar te kijken. Ik zit naar hoogfrequenties te kijken. En dan verder zitten er nog wat weerstanden in. Dit is de buis die ik hier aanwijs, of de buizen met zijn inwendige weerstand. En er zitten koperdraadweerstanden in, van de koperdraadwikkelingen aan de primaire kant en aan de secundaire kant. Nou, in mijn verhaal vind ik die koperdraadweerstanden eigenlijk niet zo belangrijk. Dat is warmteverlies en misschien moet je er even rekening mee houden. Maar in ieder geval, dat duw ik nu in de kant. Ik kijk vooral naar wat dit doet. Die capaciteit en wat die lekinductie doet. Nou, je kunt je voorstellen dat als de stroom hier binnenkomt en de frequentie wordt heel hoog, dat die hoogfrequentie via deze capaciteit, via deze weg afgevoerd wordt. Hij komt de travo niet eens in. En je kunt je ook voorstellen, als je hem vergeet, dat als de frequentie heel hoog wordt, dat dan de weerstand of de impedantie van deze lekinductie ook heel hoog wordt. Het signaal komt de travo niet eens in. Conclusie, er zijn twee remmende elementen. Eén is een kortsluitende en de andere is een verhinderende, een stoppende. Twee keer een filter, dit levert dus, als ik daar heel nauwkeurig naar kijk, een tweede orde filter op. Met een helling van 12 decibel per octaaf. Hartelijk welkom. Van 12 decibel per octaaf. En ik ga er straks wel meer naar kijken hoor, maar je moet je eens voorstellen dat dan dit kan gebeuren. Heel netjes, een tweede orde. Frequentie. Maar er kan ook dit gebeuren. En dan hebben we een travo die een opslingering heeft. Een Q groter dan 0,7. Even ruw. En dan gaat zo'n travo dus ringen. Dat kan best wel ver buiten het audiobereik liggen. Maar ik
beroep me nu op waarnemingen die gedaan zijn door de grote ontwerper van mengpanelen, Rupert Neef, die bij een van zijn mengpaneelontwerpen echt vastliep op een hoogfrequente klankkleuring, in het hoog. En ze kon het niet meten, bij tot 20 kHz was alles in orde. En uiteindelijk bleek er een ringing te zitten bij 50 kHz. Waarbij dus Rupert Neef concludeerde: ik moet niet denken dat alle waarneming beperkt is tot 20 kHz. Ik moet breder denken. Hoe we het horen mag Joost weten. Ik neem het waar, dus we horen het. Klaar. Het tweede, de conclusie van Rupert Neef was: ik moet zorgen dat ik boven die 20 kHz, wat ik ook doe, ik moet een gelijkmatige afval hebben en geen ringing hebben. Want het kon wel eens die ringing zijn, dat naklinken enzovoort, wat mijn oor triggert. Als ik nou maar een gelijkmatige afval heb, dus dat ik dit karakter heb, bijvoorbeeld hier op 30 kHz, dan zit ik gewoon al goed. Het mag geen ringing wezen. Nou, ik heb zelf ook zulke soort onderzoekingen gedaan. Dit is fantastisch om gitaarversterkers te modelleren in het hoog. Daar lekkere frisse klank te maken, kun je gebruik van maken. Maar voor hi-fi versterkers zou ik het toch niet zo heel erg aanraden. Ik kom... Ja, ja, zeker. Het mag voortdurend. Die capaciteit. Er is een Philips publicatie gelezen over een transformator, waarin ze vertelden dat ze door de wikkelrichting verschillen te maken, die capaciteit kon ze Nee, herinner jij die hele oude radiospoeltjes waarbij die winningen kruislinks gelegd werden? En het was alleen maar zodra de draden elkaar zo weinig mogelijk zouden zien kruislinks lopen. Daardoor gaat de capaciteit omlaag. Ik heb experimenten zelf gedaan waarbij ik heel netjes de windingen allemaal naast elkaar legde over mijn ringkern of over de E-kern en weer terug. En poepie netjes, het zag eruit als een spiegel. Maar ik kreeg een extreem hoge capaciteit. Ik heb ook trafo's gewikkeld met random draad erop. Hele lage capaciteit, maar wel weer een hoge zelfinductie. Lekinductie. Dus op de een of andere manier moet je als fabrikant, als maker, bedenker, moet je met die twee gaan spelen om deze opslingering, want daar heb je mee te maken, om die zoveel mogelijk te dempen. Heb ik daarmee jouw vraag voldoende beantwoord? Ja, ik ga er even nog op slapen. Ja? Ja. Ja? Als je dan een blok opzet, dan kan je dat ook zien. Ja. Ja, ja. Zie je ook opslingen. Ja, ja, dat zijn van die prachtige beeldjes. Dat is dus dit beeld. Als je met een poot slaat, komt het er anders uit. Ja, ja. Ja, je bent op dat moment bezig de integriteit van het signaal aan te tasten, heel duidelijk. Ja. Dat manifesteert zich zogenaamd in een randje. Ja, randje. Sommige mensen vinden het schitterend. Die vinden het lekker fris springen. Ja. Ik ga even naar conclusies toe. Ik trek uit dit eenvoudige startende verhaal, want we gaan straks wel meer de diepte in, een paar belangrijke conclusies die ik niet in alle ontwerpen tegenkom. Laat ik het zo voorzichtig formuleren. Ik probeer het in mijn ontwerpen goed te doen en iedereen probeert het goed te doen, maar soms zie ik wel dat het een beetje botst. Wat zeg ik nou? Aan de laagfrequente kant probeer nou om die kantelpunten zo ver mogelijk uit elkaar te trekken. Dat geldt zowel met als zonder tegenkoppeling. Je bent daar gewoon heel verstandig bezig. Probleem? Die verhipte trafo die geen constante primaire zelfinductie heeft. Dus je moet maar kijken waar dat die range terechtkomt. Ik kom er op de een of andere manier straks nog wel weer dieper op terug. Dus daar moet je rekening mee houden dat die LP niet constant is. In volversterkers, als je laagohmig gaat ontwerpen, ik bedoel daarmee niet 100 kilo-ohm anode weerstanden, maar 10 kilo-ohm anode weerstanden en grotere stromen en dergelijke, dan werk je laagohmiger. En hoe laagohmiger je werkt, hoe minder last je hebt van die Miller-capaciteiten en alles wat daarmee samenhangt. Dus mocht je nou een ontwerp maken wat fantastisch is, maar het begint bij in de voorversterkersectie,
al bij 100 kHz in elkaar te storten. Kijk dan eens niet of je meer stroom door die voortrappen kunt jagen, waardoor je de anodeweerstanden moet verkleinen. En waardoor dus het circuit laagohmiger wordt. En dan kun je die bandbreedte vergroten op die manier. Nou, dit is het lijkt een hele eenvoudige uitspraak, maar zorg er nou voor dat je uitgangstrafo pas boven 20 kHz in elkaar begint te zakken. En dan heb je het audiobereik tenminste goed. Maar, dat behandel ik straks in detail, als je dan ook nog wilt gaan tegenkoppelen en je gaat voldoen aan het zogenaamde Menno-criterium, dat kennen jullie nog niet, maar dat zal ik straks uitleggen. Ik heb een criterium in 1993 geformuleerd, dat heet het Menno-criterium. En dat heeft de internationale publicatie gehaald en daarna werd het doodstil. Dus niet iedereen heeft het gelezen. Maar als je het Menno-criterium wilt halen en je goed wilt tegenkoppelen, ik leg dat straks uit, dan moet je bandbreedte ver boven die 20 kHz zijn. Inclusief uitgangstrafo. Want anders kun je het Menno-criterium niet halen. Nou, wie is Menno? Die staat hier op dit moment, die drinkt een glaasje water. En dat is een heel belangrijk mens. Je moet gewoon zorgen dat die afval de 6 dB per octaaf, en als je 12 dB per octaaf afvalt, dan moet je in de terugverblijven, dan moet je 6 dB terugduiken. Dat zijn toch... Dat zit daarin. Het Menno-criterium is al een bekend verschijnsel. Dat is niks nieuws. Nee, er is iets nieuws in het Menno-criterium. Dat heb ik in 1993 gepubliceerd. En weet je wie er op dit moment ook mee scoort? Bruno Putshuis, want die past het ook toe in zijn klasse D-versterkers. Maar ik leg het straks uit, dus we komen erop terug. Wat je zegt klopt, het is juist, moet je niet nee schudden, het is gewoon juist. Ik ben het met je eens, maar ik heb nog een aanvullende eis. Ja, maar dat wij eten nodig hebben is ook zo oud als het leven zelf. Maar daarom kunnen we wel over de kwaliteit van het eten praten. Oké, Hebbes, eindelijk. Eindelijk. Ja. Nou, dan zeg ik... Zonder tegenkoppeling zijn de eisen niet zo zwaar. Dan heb je zo gauw instabiliteit. Met tegenkoppelen wel. Het enige wat als je een versterker bouwt en je doet niks aan tegenkoppeling, dan moet je wel zorgen dat de ingang de uitgang niet ziet. Want anders gaat door de lucht er nog tegenkoppeling plaatsvinden. En kan die nog gillend eindigen. Tot zover naar verhouding het instaphoofdstukje. Heel eenvoudig. Over voorversterking. Ik heb al gezegd dat ik het tijdschema niet strak volg. Ik kan nu direct een eindversterking duiken, maar ik kan ook zeggen, nou, we houden nu even een kort pauzetje, kunnen even lullen en zo, en dan ga ik daarna door met eindversterking. Dat vind ik verstandig om te doen. Ja, even een stopje. Ja.